Joyce is 3 weken geleden komen kleuren. En die is gewoon, nou ja, je ziet het helemaal into de kleuren. Kleurmodus geslagen. Echt geweldig gewoon. De taal van het kleurpotlood is dat we allemaal dezelfde emotie eigenlijk tekenen. En kleuren. Alleen kleurt iedereen die emotie op zijn eigen manier. Ik vind het echt een aanrader. Die mensen die depressie hebben, kom lekker kleuren. Ja, dat is geen beter medicijn. Nee, absoluut niet. Nee. Want ik gebruik echt 2 maanden antidepressiva. Ik heb oxycepam, dus dat is al heel wat. En ik ben zelf uit mijn eigen al verminderd met mijn medicijnen, omdat ik me gewoon goed voel. Ik heb een Van Gogh kleurboek, had ik al een jaar in huis. Maar daar heb ik nooit wat mee gedaan, dus daar was ik voor 2 weken terug in begonnen. Het geeft ook heel veel rust, moet ik zeggen, en ontspanning. Er valt een hoop stress van je af en dat is prettig. Ik denk dat ieder mens wel eens diep zit. Dus dan denk ik, ga dan kleuren en laat eens dingen ook los. Even geen mobiel, geen social media, geen druk, geen moeten. Maar gewoon een half uur, jij en je kleurboek.